De lente is begonnen. Mensen willen fit de zomer in en gaan hardlopen. Als je begint met hardlopen is het van belang dat je uitgangspositie goed kent. Je moet een goede gezondheid hebben om dat precies in kaart te krijgen. Is het verstandig om even bij je huisarts langs te gaan om te kijken hoe zit het met je bloeddruk? Heb je gezondheidsklachten in het verleden? Verder is het belangrijk dat je weet dat je 3 keer in de week moet gaan sporten om je conditie op te bouwen. Met 1 keer in de week bouw je eigenlijk te weinig op om echt te laten beklijven dat je conditie oppakt. De atletiek is de laatste jaren steeds meer gaan interesseren voor de loopsport, voor de breedte sport en met name het gezondheidsaspect ervan. Het is bekend dat 2 miljoen mensen in Nederland hardlopen per jaar. En de atletiek heeft daarop aangesloten door met een Start to Run programma te beginnen. Op 144 locaties wordt er in maart hard gelopen onder leiding van gecertificeerde trainers die door de atletiek zijn opgeleid. Het doel is uiteindelijk dat ze na een week of 7 3 kilometer kunnen hardlopen. De boodschap is dat ze 1 keer in de week onder geleide van zo'n trainer een programma oppakken en daarnaast 2 keer in de week zelf wat doen. Goede schoenen is natuurlijk een essentieel product voor een hardloper. Zonder goede hardloopschoenen zul je zien dat je sneller geblesseerd raakt. Het dempen van de klappen die je opdoet met de landing tijdens het lopen, die moeten op een goede manier geleid worden. En als je bij een speciaalzaak binnengaat, zullen ze je vast geleiden naar de juiste paar schoenen voor jou. Een goede hardloopschoen is in ieder geval een aangemeten schoen en die is voor iedereen anders. En een aangemeten schoen houdt rekening mee met je leeftijd, de ondergrond, je gewicht, je geslacht, je blessuregeschiedenis. Verder moet een goede hardloopschoen ook voldoende steun geven. En steun betekent bij een neutrale loper dat hij gewoon een mooie voorwaartse beweging kan maken. En bij een overpronatie in de afwikkeling moet hij in ieder geval iets eruit halen, zodat je een wat rustiger beeld krijgt in de afwikkeling. Verder is ook comfort van belang. Een goede hardloopschoen moet direct goed zitten. Je moet niet het gevoel hebben dat ik hem in moet lopen. Je moet nergens drukpunten hebben. En hij moet ook gewoon lekker afwikkelen. We komen tot een passend schoenadvies op een vrij uitgebreide manier. Dan hebben we eerst even een kort introductiegesprek. Waar we graag willen weten van wat wil een klant zelf hebben voor schoen. En we vragen naar zijn eigen trainingsgeschiedenis. Dus hoe vaak traint iemand? Wat voor ondergrond? Heb je blessures gehad? Heb je podotherapeutische zooltjes? We kijken naar de slijtage van van de huidige schoen als je die hebt. Dat vertelt ons eigenlijk al een hele geschiedenis hoe iemand afwikkelt. Als iemand blessures heeft, kunnen die eigenlijk al voor een groot deel ook al uit die oude schoen al halen. We kunnen heel mooi verklaren waarom iemand een blessure heeft, omdat hij bijvoorbeeld een vreemde slijtage heeft. Daarna maken wij met een podoscoop een voetanalyse. En die voetanalyse die bepaalt eigenlijk al voor een heel groot deel wat voor schoen je krijgt. Want een voettype is eigenlijk al een groot deel beslissend. Daarna maken we met een test een loopanalyse op onze 35 meter lange indoorbaan. Maken we een videoanalyse van, die zetten we in slow motion. En dan gaan we samen met de klant gaan we die beelden analyseren. En dat met de vragenlijst in de podoscoop mixt tot 1 advies. En vanuit daar gaan we heel gericht een schoen uit het magazijn erbij pakken. En ook elke schoen die weer past, maken we ook weer een videoopname van. En zo komen we uiteindelijk tot de beste hardloopschoen uit. Als je nagaat, als je een verkeerd geadviseerde schoen hebt, met een hardloop heb je dus een belasting van 3 tot 6 keer je lichaamsgewicht. En dat moet je gewoon goed ondersteunen en goed dempen. En voldoende steun betekent dat je bij een neutrale afwikkeling die beweging mooi maakt. En juist een scherpe overpronatie eruit haalt. Doe je dat niet of doe je dat te veel, dan kun je er echt last van krijgen. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan achillespeesklachten, scheenbeenklachten, knieklachten, heupklachten, rugklachten en soms zelfs hoofdpijn.